We staan hier op de begraafplaats, de algemene begraafplaats, het Groenendal. Tony Homan, de beheerder, kan best het een en ander vertellen over hoe het hier gaat op zo'n begraafplaats. Ja, er is mij gevraagd om een stukje uitleg te geven van overlijden tot aan begraven, hoe dat proces verloopt. En eigenlijk zit vaak de uitvaartleider, die zit bij de familie aan tafel. Die heeft het eerste contact met ons als beheer begraafplaats en maakt een afspraak. En daar waar de familie een nieuw graf nodig heeft, maakt de familie een afspraak met ons om te plekken een graf te komen uitzoeken. Nou, dan hebben wij intern de afspraak dat de collega die de begrafenis voorloopt, die gaat ook met de familie het graf uitzoeken. Dat voelt voor de ene kant voor de collega prettig, want die heeft de familie al gezien. Maar wat zeker zo belangrijk is, voor de familie voelt dat ook erg goed, want die hebben onze collega al gesproken. En mochten er dan tussentijds vragen zijn, dan komen ze daar makkelijk op terug. Op het moment dat de mensen hier het graf komen uitzoeken, bespreken wij ook de bijzonderheden rondom de uitvaart. Dus dat is het wel of niet dalen van de kist, het dalen tot maaiveld, de geluidsinstallatie, maar ook de muziekkeuze. Niet iedereen kiest voor muziek bij een begrafenis. Maar je ziet in deze tijd toch wel steeds meer mensen die keuze wel maken. Nou, dat zoek je dan uit, wordt door de familie aangeleverd. En de voorloper die zorgt dan ook tijdens de plechtigheid dat de juiste muziekstukken worden afgedraaid. We hebben in Almelo eigenlijk 4 soorten graven. Het verschil zit vooral in het gebruik van het graf. Hoe wordt het graf gebruikt? Er zijn graven met staande steen, er zijn graven met liggende zerk en er zijn graven met een tussenliggende ruimte. En daarnaast hebben we nog heel veel graven die geruimd zijn. Dus dat betekent ook dat we heel vaak aan een vraag kunnen voldoen dat men een graf kiest in de buurt van ouders of in de buurt van andere familieleden. Dus dat is dan voor de familie vaak wel een prettige bijkomstigheid. De vlindertuin die hebben we nu sinds ruim 10 jaar hebben we die hier op de begraafplaats. En in die vlindertuin kunnen dus foetussen worden begraven tot 24 weken zwangerschap. Zijn er ook mogelijkheden om een urn te plaatsen hier? Ja, we hebben veel verschillende soorten mogelijkheden. We hebben 2 urnentuinen, we hebben een aantal verschillende urnenmuren. We hebben een stilteruimte die eigenlijk nog te weinig gebruikt wordt door de mensen in Almelo. En we hebben sinds een aantal jaar ook keramieke elementen. Die beelden bij de ingang aan de Willem de Klerkstraat, dat zijn die keramieke elementen. Het zijn allemaal unieke vormen, die worden niet in een serie gemaakt. En in die elementen kunnen dus asbussen worden bijgezet. Maar kunnen die elementen ook gebruikt worden om op een steen te plaatsen? Die elementen kunnen ook op een graf geplaatst worden. En zelfs willen we nog een stapje verder gaan, dat we op hoekjes op oude delen van de begraafplaats ook zo'n element zouden kunnen plaatsen.